Goedemorgen jongens, het is een heerlijke dag vandaag, qua weer en qua activiteiten. Allereerst, ik had dit ringetje een tijd geleden gekocht bij Doorkas, dat zei ik ook. Ik heb een ring en 3 paar oorbellen en die ring kon ik nooit meer vinden. Hij was 3,50 en hij lag dus nog in de auto en Richie had hem daar gevonden. Kijk, hij past heel mooi bij wat ik al heb, vind ik. En vandaag ga ik heerlijk naar Aalsmeer. Dus ik heb best ver vooruit gewerkt. Ik loop nu eigenlijk, weer gewoon normaal met jullie. Dus ik ga nu naar Aalsmeer met Edith. Edith houdt ook van Gideon. Ik ben benieuwd wat ze hebben. Ze hadden gisteren en eergisteren een Versace Home collectie. Ja, geweldig. Ik kon niet gaan. Maar ik zag filmpjes op zijn social media van massa's mensen die daarop afkwamen. Het was ook allemaal even mooi, dus ik snap het heel goed. Dat is nu uitverkocht, dus daar gaan we niet voor. Maar er zijn vast weer genoeg andere dingen. En boven is natuurlijk die kleding. I wish I had the same delusion that I do when I was doing. Didn't think that. Hoe is het? Ja, goed. Ik kan dit aan jou vragen. Hey. Hallo meid. Oh. Gefeliciteerd nogmaals. Het is echt zo ver, hè? Oh. Nu is het echt hier. Hoe is het met jou? Ik zag inbinden nog in de zon van inbinden. Ja, maar het is ook gek weer. Ja, het is nu echt warm, hè? Ik dacht, gisteren was het toch steenkoud? Ja. Okay. Nu heb je het gevoel wat die bierbuiken, ja, mannen. Maar je wil ook niet een lang t-shirt, want nee. Dan heb je geen definitie. Dus je moet een soort top, maar net niet dat hij er onderuit hangt. Ja, maar dat is zo grappig. Nu, shop de shape, nu moet je naar een hele... Nou, ik ben blij dat jij erbij bent. Ja, maar nu ga jij natuurlijk heel ander dressen. Dat is zo grappig. Maar ik voel zo lang niet dat die buik strak zit. En dan dit langer, dat doe ik nooit. Maar dat is nu het enige wat eigenlijk leuk is. Anders lijkt het gewoon één groot rond ding. I wish I had that same conviction. Convinced I never need a fixing. Yeah, that girl really knew her business. Ja, op Death Valley is ook zo heet, toch? Ja, maar daar kom jij ook niet, volgens mij. Ja, daar gaan we, ben ik wel doorheen. Ja, daar langs Vegas naar LA moet je daar doorheen. Ja. Okay, en ik ben er al een keer geweest, 2 keer zelfs. Maar anderen nog helemaal niet. Dus allemaal 8. Oh. Wat zoek jij vandaag? Ik zoek nooit iets. Nee, ik laat me echt verrassen. Ja. En dat is het, toch hetgene, de kracht hiervan. Ja. Ja, ik zag wel, had ik je al ook genoemd, die Versace. Ja, maar dat is uitverkocht. Hij stuurde gisteren een bericht. Op dag stuurde een bericht, nee. Ja, maar ik zag... Hij zette een bericht op Instagram. Jongens, je hoeft niet meer voor de Versace te komen. Het is uitverkocht. Dus daar maar zijn het enige leuke vond ik inderdaad ook echt alleen maar die petjes. Ja, en die tasjes. Ja, en dat vind ik ook kitsch, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar dat servies wil ik ook wel, maar dat kan ik niet betalen. Dat was 150 euro voor een bord. Die tafeltjes. Ja, die vond ik niet zo mooi, hè? En die stoelen vond ik heel lelijk. Nee, ja, die waren zo lelijk, maar die zijn dus uitverkocht. Ja, maar er zijn toch mensen die het echt geweldig vinden. Ja, toch voor de merknaam. Ja. Hé, hey, maar jij, trouwens, ik ben niet van de vesten, maar dit vest is echt to die goud. For. Ik heb ook speciaal voor jou aangedaan, want ik dacht, dit kan jij toch wel. Maar ik vind jij haat vesten, dat had ik niet eens besef. Ja, maar dit is een vestjas, hè. Dus in mijn oog, maar goed. Maar alles klopt hier. Ik noem het nu zo'n trui met knopen. Onder hem noemen, dat ik het toch... Want jij kondigt al jaren op, je verkondigt al jaren op die vlog, ik haat vesten. En nu ga je er toch naar kijken, dus nu heb je een andere naam nodig. Nee. Het is echt, als het zo'n jas is, dan trek ik het. Maar ik ben eigenlijk nooit van het downdressen. Dat doet altijd een vest. Ja? Ja. Lijmen, dacht ik. In mijn oog. Lijmen met, zeg maar, sport, met niet sport en alles zo aan elkaar lijmen. Zo kan je het ook noemen natuurlijk. Maar jij vindt het downgraden, dan denk je is je statement weg. Ja. Toch qua silhouet is het wel zoiets, is wel wat voor jou. Ja, want het is net een layering, net als een blazer eigenlijk. Ja. Veel zachter, veel comfortabeler, veel lichter. Ja, maar comfortabel eerst. Nee, bij mij zit comfort in de top 3 van belangrijkste eigenschappen. Bij jou echt ergens onderaan. Het is grappig, want ik noem het altijd fashion state. Door als ik dat die studenten heb. Van, wat is jouw top 5 aan draagdingen? Want waar jouw outfit aan moet voldoen. Ja. En jij altijd nou comfort nummer 17 of zo. Ja, bij mij echt misschien wel nummer 1. Nee, ik doe kan echt ook 2 te vaak concessies. Ja. Maar jij doet ook altijd van die hoge, strakke, dit veel. Kan bij een liefschak zo. Ja. Maar dat is ook voor mij geen comfort. Oh, maar voor jou vind je dat heerlijk. Ja. Maar grappig, en dat is voor iedereen, en dat is wel eens leuk om over na te denken. Wat is jouw top 3 bijvoorbeeld? Ja. Hebben mensen altijd een vintage feel? Ook onvoorspelbaar. Sommigen willen altijd retro vibe hebben. Ja, ik wil sport, comfort, statement. Dus volumes in silhouet bijvoorbeeld. Ik wil geen
saaie vormen. Nee, precies. Ja, nee, ik heb dat dan onvoorspelbaar, maar ook wel thematisch. Dat ja, jij bent thematisch. Maar dat is ook grappig. Nu kan ik helemaal dat al een beetje de herfst embrace, weet je wel. Even morgen, jouw outfit filmen. Morgen kan ik ook weer helemaal in een totale andere kleuren en stijl zijn. Maar als jij bijvoorbeeld Pied de Poel pakt, dan pak je die in helemaal, de tas, de blouse, de jas. Ja. En of denim, dan bedoel je allemaal denim. Ja. En dat vind ik zo leuk. En dan denk ik ook, ik pas niet in één hokje. En dat, ik denk dat dat het rebelse voor mij is. Ja. Ja. Ik denk dat echt. Maar dat is wel, dan moet je wel kunnen. Hè? Niet iedereen kan dat. Nee, je moet het hebben. Jij doet een thema, maar je bent niet een karikatuur. Nee. Je bent nog steeds ben fashion. Ja, en fashion. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Heb je dit geshopt in de kringloop? Nee. Jezus, ik wil nieuwe dingen. Heb je het gehoord? Maar weet je het ook eens? Ik word heel vaak neergezet als kinderhater. Ben ik helemaal, niet. Omdat jij kindervrij bent, ben je nog geen kinderhater. Nee, ik word wel heel vaak gezegd. Ja. Ik hou dus enorm van babypakketten maken. Oh. Altijd cadeautjes maken. Ik vind het zo leuk. En ik, weet je, vind het super leuk dat het gelukt is allemaal. Ja. Ik word bijna emotioneel zelf. Ik vind het zo mooi. Ja. Oh, oké. Okay. Jij bent helemaal geen kinderhater. Nee. Oh, wat is dit? Oh, zo'n heerlijk zacht rompetje. Ja. Two-way stretch. Maar dan met zo'n kraag. Ik denk, dat vind je helemaal leuk. En een lekkere kaars. Cashmere. Oh, wat ben jij lief, Edith. Maar ik denk ook iets voor jezelf natuurlijk. Oh, heel lief. Ja, dat vind ik wel heel leuk om maar ik ben ook zo blij dat het gelukt is dat ik dit ook heel leuk vind. Dat het echt gaat vieren zijn dat ik zwanger ben. Moet je wel hebben. Of straks komen jouw vakantievlogs. Ja, ze hebben nu boven de kleding, Edith. Had je dat gezien? Ja, zullen we eerst naar boven? Ik ben nog niet boven geweest. Nee, ik ook nog maar één keer. Dan wil je eerst kijken, oriënteren wat ze allemaal hebben. Oh ja, kerst. Dat hadden we eigenlijk natuurlijk gezien. Dat er boven kerst ligt, maar toen kwam die opeens met Versace. Wil je even Versace checken? Is dit Versace? Maar dat is nu toch weer een markt voor je, hè? Het is voor alle spullen die hier binnenkomen wel iemand die het wil. Hier staan nu allemaal van die fantasy beestjes. Ik kan dat niet begrijpen. Dat hoeven wij niet, maar er zijn toch weer mensen die dit weer willen. Wat is dit voor stof? Een soort capeje zo. Het is een beetje de... Dit is bij de verkleedkist gebeurd. Dat is mooie, wel grappig trouwens. Mooie stof, maar ik zou even niet weten wat ik moet. Je ermee moet zijn. Maar zoals dit, hè? Ja, ja, het is echt heel heftig hier. Kroksjes is altijd leuk. Hoort dat niet bij zwanger zijn ook? Ja, ik heb 3 paar, maar niet multicolor. Dat gaat mij dan weer te ver. Dat is nergens voor nodig. Oh ja. Ja. Ik heb ook al zoveel natuurlijk. Dat zit niet. Je had je veel over. Ja, ik heb alles gewoon bewaard. Ja. Ja, iedereen zo, bewaar je alles? Ik zo, ja. En nu zegt ze, wat slim. Ja. Vorige keer, jij bent hier heel aan het begin geweest bij deze afdeling, Edith. Oh, ik was helemaal gek. Ja, en ik was er, maar toen heb ik niet lang gekeken. Ja, die heb ik in het bruin en het bloed. Nee, jij hebt ook alles gewoon. Maar ik ging toen helemaal los, hè. Ik had er nog niet eens een voor gemaakt. Nee? Ja, ik heb wel gefilmd. Dan zag ik het op Insta bij jou. Ja, ik heb daar heel veel. Heel leuke cadeautjes. Ja, en hoe goodiebag, zei jij? Ja, goodiebag heb ik ook gedaan. Een hele leuke, unieke. Je moet hier zo lang uitkijken als je alles wil zien. Nee, voor jouw man, oldtimer. Dat hij ook. Je had je al. Ja, en is dat dan jaren 80 of zo? Ja. Maar ik had ze nog allemaal die heel mooi op die plasticjes zaten, dus ik heb allemaal... Ja. Ja, toen was het nog helemaal intact. Maar heerlijk, dit vind ik nou echt lekker zo geweest. Ja. Een beetje grappige muizen. Zoals dit, weet je wel, zo had ik het. Ja, ja. Dan heb je lekker heel veel van dezelfde. Er staat hier nog veel van dit, joh. Hele mooie grote panelen. Foto's, hoogglans. Dat vind ik echt vet. Ja, maar ik vind die ook vet. Ja, heel mooi. Die outfits ook. Wat zie je weer? Hier tussendoor. Mijn extra oog zit hier op iets. Deze riem. Oh ja. Maar kijk, die bakkel is ook mooi. Heel tof. Ja. Maar wij gaan naar boven. Jij ook toch? Ik wil nooit opwezen. Nee, ik wel. Jongens, we gaan naar boven. Jij bent al een keer geweest boven, ja. Jij hebt een VIP-behandeling. Dus ik ben benieuwd wat ik allemaal ga aangeven. Kijk, hele mooie kerstafdeling.
vind dit heel lekker, die worstjes. Turquoise. Oh. Hey, dit. Je bent binnenkort ben je het bokje, hè? Want dan vind je het opeens weer mooi. Ja, ik weet het. Ik heb dit jas aangehaald. Daar moet jij toch ook een keer heen. Waar heen? Naar die Pink Paris. Oh ja, daar heeft Corrie het wel zo over. Ik ben geweest met die 2 euro dagen. Ja. Leuk? Ja, ik moet de video kijken. Ik vind het zo vet. Ja, dat is... Ja, voor jou niet. Nee. Ga ik zo. Maar dat is pas echt de mooiste dingen van niks, hè? Ja? Voor 2 euro. Mooiste ding, hoe komen die mooie dingen er dan? Ik had nu dus een jasje, dat schijnt dus iets van 300-400 euro te zijn. Voor 2 euro. Kijk, deze zijn 1 euro per stuk. Vind ik echt een goede deal. Ja, dat is toch heel lekker voor water? Ja, heel leuk. Ik vind deze wel leuk, Big Shot. Big Shot, deze is leuk. Cool. Kijk, deze wil ik hebben, maar past die in mijn auto? Ik zeg net tegen Eve, ik wil deze een babykamer. Dan heb ik alvast een heel vet paneel. Dan kan je helemaal gaan ombouwen, omheen gaan bouwen. Heb je nog niets? Voor die kamer? Nee, ik heb nog niks. Wel wat meubels, maar nog geen statement. Ik even dit naar beneden. Als dat past. Zal ik hem even bij de auto passen? Dat kan je doen. Als hij erin past, neem ik hem, anders neem ik hem ook niet. Of dadelijk dat we naar beneden lopen, dat is dan. Ja. Nou. Hij past er nu gewoon niet in. Je kan hem dit toch niet op je dak binden? Nee. Ah. Via de deur ook niet, hè? Nee, dat ga je nooit redden, joh. Ik kan er nooit in. Nee. Nee. Daarom staat het er waarschijnlijk ook nog. Ja. Ja, je moet vervoer regelen. Ja. Zonde, hè? Het is echt heel moeilijk om dit los te laten, want ik hou van grote dingen in mijn huis. Ik hou niet van Piet peuteren. Kan je niet iets regelen met hem? Woont hij niet in Amsterdam? Ja. Ik wil weer veel gevraagd. Kijk, dit is een lamp. Er zit een snoer aan. Dan heb je de verlichting achter. Ik vind alleen de afbeelding niet prettig voor mij. Maar wel een mooi ding. Edith roept mij. Die zegt, kom hier. Oh, ja. Het past wel. Nou, dan moet je dus een naam erop zetten. Of met een E of met een V. Maar het is van Love. Dus de L en de O zijn waarschijnlijk weg. Maar deze... Hé, wat gek. Als je er dichter naartoe loopt, verlies je even dat de letter is. Ja, maar je zou hem ook dus even anders kunnen framen. Ja. Dat je hem helemaal abstract gaat maken. Dan worden het gewoon vormen. Interessant dit. Ja. Tof, hè? Wat staan hier veel leuke dingen. Die is ook geinig, hoor. En ik vind die van Gogh ook heel cool. Er staan hier heel veel vette kunstwerken, jongens. En groots, hè? Want dat moet je vaak hebben. Wandvullende dingen. Heerlijk vintage pak. Pas ik alleen hier nu? Überhaupt niet. Kijk, met pijpen. Dat is nog zo weinig kleding. Dit is best wel een leuke tas. Ik heb ook iets heel schattigs voor Boeboe. Maar pas als hij ouder is en nog een heel schattig mutsje. Dus ga ik thuis laten zien. Ja, weer wel in turquoise. Edith haat turquoise, maar nu zit ze het uit te kijken. Ik vind dat heel grappig. Ja, doe eens aan. Niet van of wil je hem niet aandoen over je kleren? Ja, kan wel. Hier liggen ook nog lekkere dad, granddad sweaters. Vormfitting. Best wel een leuk ding, hoor. Edith zegt net, ze gaat dus naar L.A. en daar heb je Rose Bowl. Dat is een voetbalstadion, maar op 1 zondag per maand, eerste zondag per maand, elke maand. Een vlooienmarkt. En ik ging altijd naartoe voor werk om vintage te kopen voor inspiratie. Wat ze hebben, je komt tenzij je niet veel wil gaan shoppen, want heb je een lege koffer? Ja. Nee. Oh, nee. Ik heb een extra koffer. Wat wij moesten doen was echt balen, dozen vol vintage kopen en naar huis shippen met de post. En dan kochten we zo'n karretje voor $25. Dan heb je zo'n rolwagentje en dan kon dus alles ingooien en mee rijden. Alles sjouwen met al die spullen. Maar als jij toch niet veel gaat kopen, hoef je ook niet zo'n kaart te hebben. Ik ga even komen. Dit is natuurlijk aan het begin van de trip. Maar het is weer, je weet niet wat je denkt. Maar die rolkoffertje waar jij het over hebt, die zit in het koffer al. Dus oh, dan neem je eigen koffer mee, hè? Misschien mag dat ook wel. Ja, ja die hebben. Oh, zou je dat kunnen. De terrein op. Ah.
Nee, dat mag vast wel. Maar wij hadden dat natuurlijk niet mee. Dus wij deden het, kochten zo'n wagentje. Zetten we de wagen op het parkeerterrein. Werden we andere mensen die dat weer ophaalden en weer doorverkochten. Dus het bleef gewoon, dat wagentje bleef daar gewoon. Maar je had wel voor 20, 25 euro even de comfort van het. Op die manier. Deze kleur. Maar hoe is het met die pokkel? Lijkt nou net een opa met een buik of wat? Ja, dus. Oh, ik vind dit ook altijd zo leuk. Te klein. Oh, lekker. Mooie lijn, hè? Yes. Dom. Ik weet het niet met die trui. Het kriebelt ook een beetje. De kleuren staat die waanzinnig. Oh, thanks. Ja, heel mooi. Ik zeg met de Edith, ik moet eigenlijk van die vest hebben. Hier dus een strak t-shirt en dan een los vest. Dit is er zo mee. Deze is te tuttig. Kijk, hier liggen allemaal van die kransen. Vind ik ook heel leuk, maar deze heeft licht, dus dat moet dan. Ik dacht ik doe het op de voordeur, maar ik heb daar geen stopcontact. Even lekker bij de kerstafdeling rondkijken. Dit is ook leuk. Blauw vind ik heel leuk in een groene boom. Deze zijn leuk, ook omdat ze zwart vind ik ook leuk. Ik zoek nog een lamp. Die vind ik, er zijn nog twee, kijk hoe leuk. Maar ja, wat moet er voor kap op dan? Zo'n streepje werkt heel goed, hè? Ja. Ja. Wat zou je dan voor kap moeten? Samen vind ik ze ook wel heel mooi, hoor. Het schilderij, daar mist het glas van, maar ik vind de tekening heel mooi. Deze pilaren zijn ook vet. Deze lampenkap vind ik mooi. En deze poten zijn heel mooi. Maar niet echt in mijn huis eigenlijk, als ik het zo van dichtbij bekijk. Deze vrolijke schatjes. Ja, deze kast is zo simpel dat die dus weer heel mooi is, vind ik. Als je hem verft. Deze bank ook, geweldig. Er zijn ook heel veel mooie vintage meubels. Die stoeltjes zijn ook lekker, die twee. Dat is een mooi ding, hoor. Het is ook mooi, hè? Och, wat een werk, hè? Houtsnijwerk. Zit aan elkaar vast. I can never fall. I wish I had that same conviction. Convinced I never need a fixing. Yeah, that girl really knew her business. Where did she go? Yeah, she thought she could do anything. Thought she could get anywhere. Jongens, kijk, ik ga thuis laten zien wat het is geworden en Edith ook. Dus check Edith, ja, de vlog. Video. Wordt dit in een hele kringloopsessie weer of gewoon alleen dit? Dit wordt één video. Eén winkel, ja, ja. Één verhaal. Ja. Ja, want soms doet Edith meerdere kringloopwinkels in één vlog. Vind ik ook leuk. Maar ik moet je nu ook zeggen, ik ben best wel suf. Nee, jij moet op vakantie. Edith gaat op vakantie. Doei! Hallo. Hij is al toch dik? Ja. Hij is al dik, hè? Hij is al groot. Hij is toch al groot? Ja. Zet je onder de baby in een navelstreng? Daar zit toch ook een baby? Navelstreng. Ik ben goed. Nee, hij klapt niet. Kijk eens, wat een pokkeltje, jongens. Het is 9:15 ochtends en er is geen ontkennen meer aan. Ik ben apentrots. Ja, ik vind dit nu echt leuk staan. Dit is mijn silhouet. Tot nu was het een beetje zo van, los of strak, los of strak. En nu denk ik, ik wil dat dit strak zit. En ik vind dus heel mooi dat dit dan los zit. Mijn oude silhouet zie je hier nog, dat oversized. Nee. What do you think of my outfit? Good with the belly, hè? Yes. Ik heb zo'n leuke shoplog met dit. Dit stukje alleen al. Heel retro. En allemaal mooie sieraden. En
Edith had dus een heel schattig kraamcadeau. Nee, hoe noem je dit? Een babycadeau voor mij gemaakt. Eerst iets voor mezelf. Een heerlijke kaars. Oeh. Lekker. Oh, een beetje boterachtig. Maar dat zal de vanille wel zijn. Lekker, Edith. Dankjewel. Mooi. Ook echt weer cozy nu, hè, met die kaarsjes. Oh my god, dit is zo cute. En een hele goede kleur. Zo'n hele fale pistache. Deze heeft dus twee kanten op stretch. Dat is altijd heel lekker om het aan te krijgen. 62, 68. Ja, dat is helemaal goed met die longsleeve. Ik denk dat ik dit heel veel ga dragen bij hem. Omdat dit ook heel handig is. En nog één. Och, wat heerlijk. Deze heeft ook die two-way stretch. Met een heel mooi streepje. En sokjes. Die heb ik ook eigenlijk nog helemaal niet. Heel cute. En dit oh, en een kaart. Dit hele mooie mandje. Met rib. En baby op komst. Lieve Rosemary en Richie, zo blijven jullie dat er een mooie baby aankomt. Hopelijk kon je nu echt genieten van je zwangerschap. Na alle stress, verdriet, etc. Een mooie tijd om je voor te bereiden op een nieuw, mooi, klein mensje. Liefs Edith. Heel lief, dankjewel. Mooi gezegd. Dat kleine mensje. Ja, dit gaat bij mijn stash voor babyspulletjes. Waar ik dus lekker doorheen ga. Dan ga ik alles wassen en alles op maat in de commode doen. Ik was op dit weekend op een babyshower. En toen gaven mensen ook allemaal van die mooie ingepakte pakketjes zo. Met cellofaan. Ja, ik heb gewoon heel weinig babyshowers denk ik meegemaakt. Ik wist helemaal niet dat dat een ding was. Dus ik kwam gewoon met een normaal cadeautje aan. Maar dit is wel heel leuk. Dus ik bewaar het cellofaan voor mijn volgende cadeau. Oké, jongens. Nou. Er was dus een hele kerstafdeling. En daar heb ik een paar dingen gekocht. Deze mooie blauwe bloemen. En ik weet nog van mijn vorige jaren dat ik dacht, ja, blauw in een groene boom vind ik heel mooi. Oh, het is met veren ook echt. Ja, want ik zag de originele prijs. 10 euro voor 2 van deze bloemen. Oh, met clips. Ja. Kijk, ze zitten op clips. Dus ik was er zo in de boom klimmen, maar het zijn echte veertjes. Dus ik dacht, het is heel mooi gemaakt. Maar ik denk dat het daarom dus ook wat kostbaarder was. Er stond echt nog op mijn lijstje een lekker zacht klein mutsje wilde ik nog. Deze is perfect. Niet te dik. Een petje. Ja, dit is toch wel komisch. Dit valt eruit. Maar dit is dus ook een heel klein mutsje. Zo'n sailor mutsje. Maar ook in geel. Dat is toch hilarisch. Die kan daar wel op. Oh my god, that's cute. Styling. Kijk, dit is dus een corduroy tie-dye petje met vlies aan de binnenkant. Dus dit is ook heel lekker warm. Er staat ook geen maat in, dus ja, misschien als die 1 is of zo. Maar toch perfect. Even al die sieraden. Ik heb allemaal mooie brosjes en dingen gekocht. Die ga ik ringen en die ga ik zo even laten zien aan het einde. Daar heb ik een plannetje mee. Maar ik hou het niet meer bij deze trui. Zo'n jaren 70 strakke. Ja, dit duurt ook jaren voordat Boeboe dit past. Sydney wil dit niet aan, anders mocht zij het natuurlijk nu aan. Maar ja, ik kon dit niet laten liggen. Dat zie ik helemaal als look. Helemaal outfits mee maken. Dat ga ik ook binnenkort doen. Dit t-shirt. Heel mooi grijs t-shirt. Ik dacht eerst dat hij nieuw was, maar volgens mij is hij helemaal niet nieuw. Geen zijnaden. Hele droge kwaliteit. Dus dat hij compact is. Weinig rek heeft. Dus eigenlijk een beetje een harde. Weet je wel, alsof die van de waslijn komt in de zomer. Droog. Vind ik heel mooi, maar die ga ik eerst eventjes wassen voordat ik hem aan ga doen. En dan het volgende. Dus dit allemaal. Een hele lading met prachtige kitscherige bloem. Brosjes. Ik draag heel vaak een pet. Mijn lievelingspet heeft all over pailletten. Zodat als ik dat met een sporty t-shirt draag, dat dan die pet eigenlijk een beetje glamour is. Maar qua vorm is het natuurlijk een sportieve vorm. Ik kan het nergens vinden. Dus ik mis die een beetje, want die valt een beetje uit elkaar. Ik zal hem even laten zien. Kijk, dit is mijn favoriet. Die heb ik al, nou, 20 jaar. En dat is altijd het glimmertje in mijn look. Alleen nu is er hier ergens één pailletje. Ja, hier. Dit is kapot. En dan denk ik net van ja, dat is net weer een beetje armoedig. Dus als je ooit dit soort dingen tegenkomt. Mag ook met van die olifanten en al die andere borduursels en zo. Laat het me weten. Maar voor nu dacht ik dus, ik had deze laatst gekocht. Ook bij Gideon Elsmeer. Als ik nou die helemaal vol ga zetten met brosjes. Dus ook, sommige heb ik dus ook dubbel.
En dan ga ik dat dus even in de volgende video doen, want dit wordt denk ik te lang. En dan ga ik laten zien hoe ik die erop zet. Ik zal nu eventjes laten zien welke ik allemaal heb gevonden. Deze vind ik ook heel schattig. Deze vond Edith ook heel leuk. 3 van deze. Deze 2 is parelmoer. Nog zo'n mutsje. Die vond ik gewoon te cute. Nog zo'n boot. Deze. En dit zijn oorbellen, maar die kan je natuurlijk indoen terwijl je die pet op hebt. Als bijvoorbeeld bij de blauwe variant. Ja, ik zie dit helemaal voor me. Ik ga dit straks doen. En ik had nog 3 ringen. Dus er was ook nog een bak, die stond daar bovenop. Met ringen, met ingelegde stukjes metaal. En hele heftige shapes. Dus heel hoog. Die heb ik dus ook nog gekocht. Het was weer 1 groot feest. Ik zag natuurlijk dat hotshot, big shot schilderij. Helaas kon hij niet in de auto. En om nou een bus te gaan huren om op te halen, dacht ik nee. Maar er stonden zoveel schilderijen. Het was met Edith weer heel gezellig. Kijk haar vlog ook even als je wil zien wat zij allemaal heeft gefilmd. Vergeet niet te liken. Dat helpt mij. Dankjewel. En tot volgende.